Hoge bergtoppen oefenen van ouds een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de mens. Of het nu de Alpen, de Pyreneeën of de Dolomieten zijn. Ook Nederlanders beoefenen de bergsport. Bij hun training moeten ze zich echter behelpen. De klimtoren van de Amsterdamse brandweer aan de Eikkant is sinds een jaar het oefenterrein van een bergbeklimmerschool. Geveltoerisme heeft veel met de bergsport gemeen. Zo heeft men in Amsterdam ontdekt. Onderling door touwen verbonden klimmen de alpinisten langs de hoge gevel. Precies als in de bergen, maar nu nog alleen om te wennen aan de hoogte, worden afdalingen gemaakt. Het touw heeft vooral een psychologische functie. Het geeft een gevoel van veiligheid en is dan ook het voornaamste attribuut van de alpinist. Meer ervaren klimmers maken de zwaai die hen van rotspunt naar rotspunt moet brengen. Over grotere afstanden glijden de leerlingen op respectabele hoogte langs het touw. Ook het redden van een in nood geraakte mede-alpinist wordt langs de gevelwand praktisch beoefend. Hoewel er in ons land geen bergen zijn, wonen er toch 6000 verwoede alpinisten. De Amsterdammers onder hen leren hier de vele vaardigheden die hen later te pas zullen komen wanneer ze de echte bergen ingaan.